Sanio, jullie zijn er maar druk mee met het hele project Delen Zwaard Natuurlijk. Hey, ja, zeker. Ah. Met vrijwilligers zijn we weer druk in de weer. Ja, als organisatie hebben wij we hebben eigenlijk drie fases van vrijwilligers. We hebben vrijwilliger vooraf, maar dat zie je, die zijn nu al druk in de weer. En dan hebben we op de dag zelf hebben wij 100-tal vrijwilligers. En na afloop hebben we dan weer vrijwilligers die helpen met afbouwen. Maar ja, je bent druk aan de gang. Ja, ik vind het leuk werk zo op een mooi weertje erbij, dus wat wil je nog meer? Nou, kun je me vertellen wat je aan het maken bent voor het evenement? Dit zijn de palen, die schuur ik nu. Die worden zometeen geverfd en dan wordt er een reclamebord van gemaakt met krijtverf erop. Dus dan kun je teksten erop zetten van wat er te doen is op de locatie die op het bord staat, zeg maar. Dus. Je bent met iets heel leuks bezig, hè? Voor Delensvaart Natuurlijk. Ja, ik ben met een Volkswagenbus bezig. Volkswagen T1. Ja, en die maak jij van hout? Ja, het wordt een decorstuk. En dat wordt teruggebracht naar de flauwe powertijd. Het is gewoon een hele hippie bus. Maar wat is dan de bedoeling van die bus? Die is voor een fotoshoot. Maar kun je al een tipje van de sluier vertellen over het evenement zelf? Het evenement is bekend. Je bedoelt qua programmering, ja. wat we krijgen? Oké. Okay. Ja. Qua activiteiten wat we krijgen, nou sterker nog, de mensen kunnen mooi naar de website gaan. www.delensvaartnatuurlijk.nl. En daar staat echt alles. We hebben vier podia. Drie met muziek, live muziek. En eentje voor de kids met een interactieve sprookjesshow. Goochelaar. Kinderen kunnen toneel spelen. Althans, die krijgen les. Ze kunnen gitaar spelen. Dus echt gefocust op de kids. En daaromheen hebben wij ook een watergedeelte. Daar gaan wij ook kano varen en die paddelbootjes. En dit jaar hebben wij die waterballen. Dat komt ook in het water, mede mogelijk gemaakt door Rabobank. En even kijken, mensen kunnen zwemmen. We gaan dit jaar, als het mooi weer is, super mooi weer is, gaan we dit jaar een. Dat gaat het zeker worden. En dan gaan we dit jaar een waterballonnengevecht gaan wij organiseren. Gewoon even 5 à 10 minuutjes even lekker losgaan. Liggen er honderden waterballonnen. Pats, 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 pats. Dat wordt allemaal mooi gecoördineerd. En dan is het klaar. Ja, dat is super weer. Ja. Maar dat is tweede Pinksterdag. Maar op eerste Pinksterdag gaan er ook leuke dingen gebeuren. Ja, op eerste Pinksterdag gaan we leuke dingen gebeuren. Dan is de dag verdeeld in twee delen. We hebben van 12 tot 6 hebben wij de Teenage Festival of Color. Daar komt Be Brave, die komt in. We gaan we gooien met kleurenpoeder. En verder hebben wij Rudy Verhal, Ruud Veldkamp van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En natuurlijk enkele lokale, regionale talenten die we hebben. Bijvoorbeeld DJ Douwe, kent iedereen. Kahera, Jermaine van het Zand. Ja. Ja. En rapper in opkomst, dat is Queen Nava. Ah, die was gisteren nog bij Omroep Noos in het programma. Inderdaad, moet je kijken hoe snel dat gaat. En nu al allemaal zich in de kijkers aan het rappen. En dan de avond heb je voor de ouderen, zeg maar. Die is al. Ja, voor mij, ja. Ja. En de avond hebben we voor de ouderen onder ons. Hebben wij van 18 jaar plus. 18 plus hebben we van 8 tot 1:30. Hebben we dan Classics aan de Kotermeer. Wat is Classics? Dan gaan we terug in de tijd met muziek van vroeger. Eigenlijk dat jij je vrouwtje Alida in de ogen gaat kijken en zeg je, schatje, ken je deze nog? Weet je wel, dat is de insteek. Maar dat wordt allemaal gespeeld door een band. Er komt een band. Welke band is het? Dat is de voormalige Beat It. Maar die zijn nu verder gegaan onder een andere naam. Maar de kwaliteit is daar niet minder om. Sterker nog, hun show is verbeterd. En dat is Black Tie Monkey Squad. Okay. Maar het zijn gewoon de artiesten van de vorige Beat It. En die spelen echt de klassiekers. Ik heb nu al zin om te dansen. Nou, kijk eens al. Maar even voor alle duidelijkheid. Delensvaart Natuurlijk. Dat is op tweede Pinksterdag. Entree is gratis. Dus geen entree. En eerste Pinksterdag. Eerste Pinksterdag is wel entree,
Alle gegevens staan op de website. Mensen kunnen ook gewoon naar de website van denenswannatuurlijk.nl gaan. En daar kun je aan de rechterkant zie je twee menus van de Teenage Festival en van de Classics aan het Kootmeer. En alle informatie staat erop van prijzen, waar de kaarten te koop zijn en dergelijke. En voor de Teenage Festival sowieso. Wij verwachten echt dat het storm loopt. Dus teenagers, dit is voor jullie. Wacht niet tot het laatste moment om je kaartje te halen. Anders kun jij voor teleurstelling komen te staan. En dat zal niet zo leuk zijn. Waar zijn wij met de Pinksteren? Denenswaard natuurlijk.